Twee weken geleden maakte ik een video waarom ik miljonair ga worden in de toekomst met een gemiddeld rendement van 7% per jaar. Het was een video die veel werd bekeken en goed werd beoordeeld. Maar ook een video waar een paar mensen reageerden om eens naar de toekomstige belasting op het vermogen te gaan kijken, de zogenaamde vermogensaanwasbelasting. Want die toekomstige belasting gaat enorme impact hebben voor beleggers, of je nu investeert in aandelen, in vastgoed of in crypto. En zorgt er misschien zelfs wel voor dat het eigenlijk bijna onmogelijk wordt voor de gemiddelde Nederlander om miljonair te worden. Dus laten we gaan kijken naar dat belastingplan en snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Waar we in deze video dus gaan kijken naar die vermogens aanwasbelasting. Klinkt al niet heel geweldig. En de impact daarvan die is nog minder geweldig. Want het is natuurlijk wel zo: op dit moment hebben we eigenlijk gewoon heel erg geluk met de manier waarop op dit moment het vermogen wordt belast in Nederland. Dat is gewoon een, een heel lage belasting, procentueel gezien. Dus daar kunnen we ook optimaal van profiteren op dit moment dus. Want in de toekomst. Dan ziet het er naar uit dat dat gaat veranderen. En dat kunnen we trouwens ook teruglezen in deze contourennota van box 3. Uh, de contouren-box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. En in deze nota kijken ze naar twee mogelijke systemen. Ten eerste de vermogens-aanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten en de ongerealiseerde waardeontwikkeling. En het tweede systeem, dat is de vermogenswinstbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt gegeven over de reguliere inkomsten en over de waardeontwikkeling op het moment van verkoop. En ze merken op dat de, aanwasbelasting, de vermogensaanwasbelasting enkele voordelen heeft. Zoals de waardeontwikkeling die jaarlijks wordt belast. En hiermee wordt langdurig uitstel van belastingheffing voorkomen. Zoals wel mogelijk is met dat andere systeem. Dus laten we beginnen met een vergelijking te maken van de huidige situatie. En hoe het er nu naar uitziet dat het in 2025 waarschijnlijk zal gaan worden. Nou, in de huidige situatie. Zoals u zegt. Een best wel voordelig uh, belastingssysteem voor degene die nu vermogen heeft. En in dit systeem is het wel zo dat er eigenlijk uit wordt gegaan, er worden verschillende aannames gedaan, eigenlijk twee belangrijke aannames gedaan. Ten eerste is dat eigenlijk de verdeling van jouw vermogen. Ze gaan ervan uit naarmate jij meer vermogen hebt, dat je het op een andere manier verdeelt tussen spaargeld en bijvoorbeeld beleggingen. En dus ja, hoe meer geld je hebt, hoe meer geld je waarschijnlijk dus niet op de bank hebt staan, maar in beleggingen hebt zitten. En daar komt eigenlijk de tweede aanname uh, om de hoek kijken die ze maken. Want ze gaan ook. Uit van een bepaald rendement, een bepaald rendement op spaargeld en een bepaald rendement op, uh, op beleggingen. En dat is dus niet het werkelijke rendement, maar ze maken gewoon voor iedereen, maken ze een aanname, dit is jouw gemiddelde rendement als je belegt bijvoorbeeld, of dit is het wanneer je zou sparen. En dat is ook eigenlijk meteen de reden dat ze hiervan af willen, omdat het eigenlijk heel oneerlijk is. Aan de ene kant gaan ze uit van een verdeling die bijna niemand in die positie op die manier verdeeld zou hebben. En ten tweede... De, de aanname van het rendement, zeker de laatste jaren, ging, werd uitgegaan van een bepaald rendement op je spaarrekening. Nou, daar was het 0%. En eigenlijk het rendement op beleggingen ging in de hoogste schaal uit van 5% rendement. Terwijl de markt al 7% per jaar gemiddeld doet op de lange termijn. Zeker de laatste paar jaar was het wel heel voordelig toen de markt 20% ging plussen, bijvoorbeeld. Dus dat is ook meteen de reden geweest waarom ze dit willen veranderen. En ook over willen stappen naar een systeem waarop ja, het, het echte rendement wordt belast. En dat is dus het systeem wat ze de vermogensaanwasbelasting noemen, wat ze willen invoeren in 2025. Hierbij wordt dus niet gekeken naar welke verdeling wordt aangegaan, maar hier wordt puur naar gekeken welk werkelijk rendement je hebt gemaakt. Dus oftewel, wat is jouw inkomsten in die situatie op jouw vermogen? En dat wordt dan ook daadwerkelijk belast. Het is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, eerlijker, want het is voor iedereen precies belast wat hij ook echt heeft verdiend, maar tegelijkertijd zorgt het er wel voor dat het voor heel veel personen of bijna voor iedereen eigenlijk de belasting heel hard omhoog gaat. En laten we dit ook even vergelijken, even gaan bekijken met een voorbeeld. Mijn situatie in 2020. Ik begon toen het jaar in januari 2020 met een vermogen van 43.329 euro dat ik in aandelen had zitten. Ik Laat even het spaargeld buiten beschouwing en andere dingen. Puur even om dat makkelijk te houden, om de impact te laten zien. En aan het einde van het jaar was dat bijna 170.000 euro. Een toename van ongeveer 135.000 euro. Maar in de oude situatie werd puur gekeken naar het vermogen op 1 januari van dat jaar. Dus we gaan kijken, die 43.000 euro die ik had. Je had een vrijstelling van 30.000 euro. Oftewel de eerste 30.000 euro vermogen werd niet belast. Dus wat werd er wel belast? Zo'n 12.500 euro. Welk belastingpercentage? Nou, dat hangt dus af van hoeveel geld je hebt. Hoeveel, ja, hoe die verhouding was tussen sparen en beleggen in dit soort situaties zou het uitkomen op 0,54%. Oftewel, op dat moment betaal ik 67 euro belasting over mijn vermogen. Dat is de oude situatie. Hoe ziet die nieuwe situatie eruit? Die zien we hier aan de rechterkant. De vermogensaanwasbelasting, aanwasbelasting. Daar wordt niet gekeken naar het bedrag aan het begin, maar het verschil tussen het bedrag aan het begin en het eind. Oftewel het behaalde rendement, die 100. 35.000 euro bijna. Die zien we hier ook terugkomen. Er is nu een andere soort vrijstelling. Niet het vermogen wat je hebt wordt vrijgesteld, maar de eerste 400 euro die je zou verdienen op je vermogen, die wordt vrijgesteld. Oftewel, mijn uh, rendement op dat moment in dat jaar zou uitkomen op 124.527 euro. Dus al bijna 10 keer zoveel als in de oude situatie. En niet alleen dat is meer. Ook het belastingpercentage is meer. Niet langer die 0,5%, die half procent, maar 33%. Oftewel 41.094 euro. Dat komt neer op 613 keer zoveel belasting. Als in de oude situatie zou zijn. Dat is dus de situatie van 2020, het jaar dat mijn aandelen Tesla heel veel keer meer waard werden. En daar kwam natuurlijk ook het grote verschil vandaan. Pak ook bijvoorbeeld 2021 er even bij. Toen begon ik het jaar dus ongeveer met die 170.000. Eindigde ik met 220.000, oftewel een beetje 50.000 euro. Dan zien we hier de oude situatie. Zou ik dan 1250 euro zeg maar betalen? Al een stuk meer dan het jaar daarvoor, op basis van dus het vermogen dat ik heb. Kijken we naar die nieuwe situatie in de toekomst, dan zou het waarschijnlijk gekeken worden naar het behaalde rendement. Daar wordt wat vrijstelling van afgehaald, oftewel 33% over die 50.000 euro die overblijft. En dat is zeg maar bijna 17.000 euro. Dus ook een stuk minder, een stuk minder groot uh, verschil, zeg maar geen 600 keer, maar altijd nog 13 keer meer. Dus je ziet wel dat het verschil tussen het oude en het toekomstige systeem gaat zorgen voor enorme impact op wat we moeten betalen. En dat is ook een beetje afhankelijk van wat voor type belegger je bent. Dus laten we ook even een paar... Ja, Type beleggers benoemen en kijken wat daar de impact dan van is ten eerste is dat de belegger in aandelen nou als je gaat kijken naar aandelen heb je eigenlijk twee punten waar eigenlijk in het nieuwe systeem naar wordt gekeken en waar nu eigenlijk al een beetje wordt gekeken ten eerste is dat het dividend Nou, op dit moment wordt dividend belast met 15% belasting in de toekomstige situatie valt het gewoon in box 3 is het een vorm van inkopen en wordt het belastingpercentage dus de 33% die we eerder zagen dus meer dan verdubbeld als we gaan kijken naar dividend Tweede belangrijke punt, en ik denk voor heel veel beleggers, voor jonge beleggers veel belangrijker waarschijnlijk ook, dat is de koerswinst. In het huidige systeem wordt gewoon gekeken naar wat zijn jouw aandelen waard en daar betaal je op basis van een fictief rendement dus een bepaald percentage over. Was niet zo heel veel, zagen we straks al in het voorbeeld. In de nieuwe situatie wordt dus gekeken naar hoeveel worden jouw aandelen gedurende het jaar meer waard. En over die waardestijging, daar betaal je 33% belasting over. Dus stel jouw aandelen, koop je op 1 januari voor 50 euro. 31 december is een aandeel 100 euro waard, oftewel een aandeel is 50 euro meer waard geworden, dan betaal je over die 50 euro dus 33 euro belasting. En je kunt dus stellen dat in principe je rendement op jaarbasis dus ook met een derde zal afnemen door deze belasting en dat is een behoorlijke impact. Maar zeker als je dat jaar na jaar hebt, zorgt het er wel voor dat je... Ja, het vermogen dat je op kunt bouwen in die toekomstige situatie veel kleiner zal zijn. Is dat een reden om dan niet meer te gaan beleggen of niet meer te beginnen met beleggen? Nee, ik denk dat dat niet het geval is, want je moet eigenlijk altijd gewoon werken aan een toekomst en altijd proberen te zorgen dat door middel van het beleggen bijvoorbeeld je gaat werken aan een vermogen in de toekomst. Alleen in die toekomstige situatie zal het wat langer duren voordat je miljonair bent. En wil je nou beginnen met beleggen? Kijk dan bijvoorbeeld naar de Giro, de broker die ik gebruik. En een link daarvan vind je onder deze video terug. Op die manier help je ook het kanaal, dus dat wordt altijd gewaardeerd. Kijken we dan naar een tweede type belegger, dat is de vastgoedbelegger. Dus heb je niet je geld zitten, je vermogen zitten in aandelen, maar heb je een gedeelte of misschien alles wel in vastgoed, in een tweede huis, in een tweede appartement dat je gaat verhuren en daar inkomsten uit haalt. Dan gaat er ook zeker wat voor jou veranderen. Ten eerste, de huurinkomsten. Op dit moment is het zo dat die huurinkomsten met kosten die je eraf haalt nog, wat dan overblijft wordt in principe niet belast als inkomstenbelasting, wordt gewoon bij jouw vermogen geteld en wordt dus eigenlijk op dezelfde manier belast als aandelen. Maar dat gaat natuurlijk veranderen, had je wel kunnen verwachten. Dat wordt tegenwoordig gezien als een vorm van ja, rendement dat je maakt. Je maakt winst in die periode. Dus je betaalt daar niet langer die half procent of 1 procent die we straks zagen. Maar ook hier geldt 33 procent over de huurinkomsten. Maar dan ben je er nog niet, want in de nieuwe situatie hebben we het over aanwasbelasting. Oftewel, wat wordt jouw vermogen meer waard? En in het geval van vastgoed hebben ze dan ook over de ongerealiseerde waardeontwikkeling. Wordt hier op pagina 2 al meteen omschreven. Oftewel, hoeveel wordt jouw pand meer waard? Over die meerwaarde, ook daar ga je belasting over betalen, want dat is een vorm van rendement. En je raadt het al, dat is ook wederom 33%. Dus wordt jouw appartement of huis dat je verhuurt gedurende een jaar 100.000 euro meer waard, dan betaal je 33.000 euro belasting. En dat maakt niet uit of je het nu verhuurd hebt of niet, of je maar 15.000 euro per jaar verdient aan die verhuur. Je gaat dan in ieder geval op die waardestijging ook belasting, op die ongerealiseerde waardestijging ook belasting betalen. En kijken we dan naar de laatste groep, zeg maar de crypto beleggers. Ook af en toe is dat om de zoveel jaar is dat populair, gaat het heel goed. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met aandelen. Het is gewoon een vorm van belegger. Dus stel jij koopt in januari een bitcoin of nu voor... 20.000 euro, aan het einde van het jaar is hij verdubbeld. 40.000 euro. 20.000 euro verdient in dat jaar, oftewel over die 20.000 euro. Of je nu hebt verkocht of nog steeds in bezit hebt. Over die waardestijging betaal je 33% belasting. Oftewel zo'n 6600 euro. En dit nieuwe belastingstelsel gaat voor problemen zorgen. Los van het feit dat mensen het natuurlijk niet fijn vinden. Er komen gewoon problemen ook met nieuwe situaties. En ook die kunnen we lezen. We lezen hem al meteen op pagina 3. Is het eigenlijk al dat ze zelf al problemen opmerken. En twee belangrijke wil ik dan ook bespreken. En ten eerste is dat de koerswinst. Want we gaan dus kijken naar koersen van aandelen of koersen van crypto bijvoorbeeld. En het verschil tussen het eind en het begin. Dat is jouw ja, rendement. Je ongerealiseerde rendement. Want je hebt die aandelen waarschijnlijk aan het einde van het jaar nog in bezit. Maar je moet nu wel over dat. Over dat over die winst, die potentiële ongerealiseerde winst, daar moet je belasting over betalen. En dat kan zomaar betekenen dat je aan het einde van het jaar aandelen moet verkopen. om geld op te halen om vervolgens je belasting te kunnen betalen. Want je vermogen zit in principe vast in aandelen. en je hebt liquide middelen nodig. om je belastingbetaling te doen. Dus mogelijk moet je eigenlijk je aandelen liquide maken. en dat is alleen mogelijk door ze te verkopen. En dan is dat voor aandelen nog makkelijk. Kijken we dan weer naar vastgoed, dan gaan we daar kijken naar de waardeontwikkeling. Dus wordt een huis, een object dat je hebt, een appartement, een huis flink meer waard, dan moet je over die meerwaarde in principe ook belasting gaan betalen. Alleen aandelen verkopen of een crypto verkopen, dat is heel makkelijk. Een huis verkopen is een stuk lastiger. Je kunt er ook alleen voor kiezen om het hele huis te verkopen en niet een gedeelte wat je eigenlijk nodig hebt om je belasting te betalen. En dan is het natuurlijk de situatie zoals het normaal zou gaan, dat een huis misschien 2, 3, 4 procent per jaar meer waard wordt. Dan zou je dat waarschijnlijk kunnen betalen uit de huurinkomsten die je dat jaar ook binnenhaalt. Maar kijken we naar afgelopen jaar dat huizenprijzen met 20 procent toenemen, dan is het dus zo dat eigenlijk belasting moet worden gaan betaald over ongerealiseerde toename. Want je hebt er niks aan, je huis is wel meer waard geworden papier, maar zelf merk je daar niets van. Je hebt nu niet meer geld. Terwijl het er dus wel meteen voor zorgt dat beleggers dat jaar meteen meer belasting moeten gaan betalen. Maar gelukkig is er ook iets nieuws, iets wel positiefs. En dat is de verliesrekening, dat je verlies kunt verrekenen. Dat zien we eigenlijk al vaak uh, ooit in Amerika gebeuren. Grote beleggers die een positie verkopen die ze niet heel lang geleden daarvoor gekocht hebben waar ze in de min staan, dus daar een verlies op nemen. Maar dat doen ze omdat ze dat verlies kunnen verrekenen met een andere winst die ze hebben gemaakt. En op die manier dus eigenlijk ervoor zorgen dat ze minder belasting betalen op dat moment. Nou, dat willen ze ook gaan invoeren met, tegelijkertijd met deze wet, omdat het anders oneerlijk zou zijn dat je in het ene jaar dat je winst maakt, maak je belasting, maak je in het volgende jaar verlies. Dan betaal je geen belasting. Dat komt oneerlijk over. Om op de lange termijn je misschien wel juist verlies kan maken over verschillende jaren. Ze gaan ook kijken om te, uh, ja, dat te kunnen verrekenen op basis van drie jaar. En op die manier kun je dus eigenlijk de winst en de verliezen van verschillende jaren tegen elkaar afstrepen. Zorgt er voor op de lange termijn een wat eerlijker bedrag. Maar denk ook dat het vooral zorgt voor een best wel grote fluctuaties. In het ene jaar gaat het heel goed op de beurs. Worden woningen veel meer waard. Dan zorgt er ervoor dat beleggers veel meer moeten betalen. Oftewel, de overheid krijgt veel meer geld binnen. Maar als het vervolgens een tijdje later in één keer het heel slecht gaat met de beurs. Woningen minder waard worden. Dan is het zo dat de beleggers dat mogen gaan verrekenen met eerdere jaren. En dan is het dus zo dat juist in de jaren dat het slecht gaat met de economie, de overheid en minder geld binnenkrijgt en waarschijnlijk juist meer geld moet uitgeven. En dus de conclusie van deze video is dat het gelukkig nu nog een plan is. Dat het nog niet zeker is, maar dat we al wel, wel zien welke kant het op gaat. Ze willen natuurlijk, en dat is aan de ene kant ook gewoon eerlijk: gewoon belasting uh, gaan heffen op het werkelijke rendement. En in de huidige situatie is het dus zo dat we er best wel een voordeel bij hebben. Alleen de toekomstige situatie, zoals ze hem nu schetsen, is dat best wel een behoorlijk nadeel. Is het in één keer een heel groot verschil. En dan heb je nog het verschil tussen de daadwerkelijke rendementen die je maakt. Of de ongerealiseerde winsten die je maakt. Bijvoorbeeld de huizen die meer waard worden, die toch al belast gaan worden. En als je al vermogen hebt, dan is de impact niet zo heel groot. Natuurlijk, je vermogen heb je al, dat blijf je ook behouden. Alleen het zal wat minder snel groeien. Alleen voor de gewone Nederlanders zoals jij en ik, die nog proberen om een vermogen op te bouwen, dan wordt het wel in één keer heel moeilijk gemaakt. Omdat er best wel een groot gedeelte wat je nodig zou hebben van je rendement om dat vermogen op te bouwen, nu in één keer weg wordt genomen. Dat zien we ook terugkomen namelijk in, dat, in die nota. Um, we zien hier in het huidige stelsel een netto vermogen van 50.000. Betaal je niets van 100.000. Betaal je nog geen 300 euro. Heb je een miljoen, betaal je zo'n 12.500 euro. Gaan we nou kijken naar beleggers in dat nieuwe stelsel? Dan is het voor degene waar je nu nog niets betaalde, 50.000, is het dan in één keer 430 euro. Die 100.000 euro gaat van 280 euro. Naar 1050 euro, dus daar zien we flinke toenames, terwijl juist de mensen die een miljoen hebben in de oude situatie, in de huidige situatie, zo'n 12.500 euro betaalden. En dat wordt zelfs juist minder in de nieuwe situatie. Dus heb je al vermogen, heb je heel veel geld, dan maakt het niet zo heel veel uit of is het misschien zelfs wel in je voordeel. En zoals gezegd, deze belasting gaat natuurlijk ten koste van het rendement dat je maakt. Ga je altijd uit van een gemiddeld rendement van 7% in de huidige situatie, dan is dat in de nieuwe situatie, moet je gaan rekenen met 4,6%. En dat heeft een behoorlijke impact op de lange termijn. Want beleg je 30 jaar lang 250 euro in de maand, dan eindig je niet met 305.000 euro, maar met 193.300 euro. En omdat je al zelf... 90.000 euro hebt geïnvesteerd in die tijd. Betekent dat in principe dat je interest, oftewel jouw rendement, dus meer dan gehalveerd wordt in die nieuwe situatie? En wat kunnen we hier dan aan doen? Nou, ten eerste is het nog maar een plan. Dus je kunt nog je politici uh, een brief gaan sturen, een e-mail gaan sturen, zou ik dan doen. In ieder geval zeggen dat je het niet ziet zitten, dat het niet mogelijk is om nog iets op te bouwen in de nieuwe situatie. Je kunt er ook voor zorgen dat je juist voordat het ingaat in die komende twee jaar, dat je dan juist je vermogen opbouwt. Alleen dat. Ja, die kans is gewoon heel klein dat je zo snel zoveel geld kunt gaan verdienen. Een derde optie is om te gaan emigreren. Bijvoorbeeld naar Portugal ziet er heel interessant uit voor mensen met vermogen. Dus laat weten in de reacties onder deze video wat jij van plan bent en hoe jij hier tegenaan kijkt tegen deze nieuwe plannen. Want dan kunnen we altijd van elkaar nog wat leren. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Misschien dat ik in de toekomst, zeker als het interessant is, als er weer wat nieuwe informatie is, dat ik nog zeker een nieuwe video ga maken over dit onderwerp. Want het is zoals gezien... Uh, ja, best wel een ja, impactvol onderwerp. Kan het zijn, het is nog niet zeker, maar het ziet er wel naar uit dat het een behoorlijke impact gaat hebben op onze, onze vermogens in de toekomst. Dus daarom zeker interessant om ook in de toekomst te bespreken. Mocht je dat nog willen zien, ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Vond je dit een leuke video? Geef zeker even een duimpje omhoog en dan hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.